docent, haarverzorging en ik verzorg heel veel van de BPV. Wat gebeurt hier allemaal? We hebben onze jaarlijkse Hair Awards, dat is een kapperswedstrijd. En dat hebben we ieder jaar en ons thema is dit jaar de rode lopen. Dat is dus meer in de stijl van filmsterren en dergelijke? Zoiets, ja. De leerlingen hebben zich ook vreselijk uitgedost. Ze zien er ook allemaal heel erg leuk uit. Make-up aangepast, de kleding aangepast. Ja, en dat wordt dan beoordeeld strakjes. Hoeveel doen er dan ongeveer aan mee? Van ieder leerjaar, we hebben de wedstrijden opgedeeld in de leerjaren. En van ieder leerjaar doen ze allemaal mee. En sommige klassen zijn zo groot dat we gezegd hebben van de leerlingen werken op elkaar. En in totaal hebben we een 350, 400 leerlingen. De kapsels, die zijn vaak nogal uitbundig. Dat klopt, maar dat is ook de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat ze met dit soort kapsels de straat op gaan, maar dat het wat extravaganter is. Dat is dus voor de leerling, voor de student ook een uitdaging om dat te maken. Helpt dit voor de opleiding? Dit helpt zeker voor de opleiding en ook om creatief te leren denken. Want al gaandewijs, ze maken eerst een portfolio of een collage maken ze. En dan zijn ze in feite al bezig met het uitdenken van een kapsel. En dat brengt hun in feite dan strakjes op wat ze dan precies willen maken. En doordat ze creatief bezig zijn en dingen elke keer iets op een andere manier neerleggen, wordt het uiteindelijk het kapsel.